Universiteit van Vlaanderen Summer School. We zijn vandaag te gast in Barbriaal in Mortsel en we gaan het hebben over de zelfrijdende auto. Een heerlijk vooruitzicht vind ik dat, want dan kan ik gewoon rustig mijn boek verder uitlezen of een film kijken terwijl de auto mij naar het werk brengt. Kunnen kinderen binnenkort veilig weer naar school dankzij zelfrijdende auto's? Ja, ik kijk er ook al naar uit naar die zelfrijdende auto's, maar wanneer komen die er? 10 jaar geleden dacht ik dat we nu in 2023 echt wel al die eerste zelfrijdende auto's zouden hebben. Dus niet het geval en daarom zit professor Tom Breys van de Universiteit in Hasselt hier mee aan tafel. U bent mobiliteitsexpert en ik zie dat u een afbeelding bij hebt, niet van de eerste zelfrijdende auto, gok ik. Nee, dat klopt. Lijkt me straf. Dat was niet de eerste zelfrijdende auto, wel de eerste auto die met een verbrandingsmotor zeg maar uitgevonden is door James William Lambert. Mm-hmm. Maar die man had het onfortuinlijke probleem dat hij het eerste ongeval ook heeft gehad met zijn auto. Okay. Een hek ingereden is nadat hij over een boomwortel was gereden en controle over het stuur verloren was. Dus we zouden kunnen spreken over het eerste ongeval in de geschiedenis. Ja, en wanneer was dat dan precies? In 1891. 1891, ja, dat is zo'n 150 jaar geleden als ik snel kan tellen. Dat is lang geleden, ja. U bent expert in verkeersveiligheid. U valt voorlopig ook niet zonder werk, want er blijft nog altijd veel mogelijk in de verkeersveiligheid. Er zijn nog altijd heel veel ongevallen. Hè? Ja, jammer genoeg wel, zou ik zeggen. Er vallen wereldwijd meer dan 1,3 miljoen doden nog altijd elk jaar. Mm-hmm. Ook als we kijken de situatie in België, 540 verkeersdoden in 2022. Dus er is eigenlijk nog heel veel werk aan de winkel. Het lijkt mij wel nu dat... dat er net meer regels zijn dan pakweg 150 jaar geleden, maar toch hebben die nog niet veel opgebracht. Hoe komt dat dan precies? Ja, we hebben al heel veel inspanningen gedaan. Als je even kijkt naar de piek van het aantal verkeersongevallen in België, dan hebben we die bereikt zo in het jaar 1972. Toen vielen er meer dan 3100 verkeersdoden op de wegen. Per jaar? Ja, per jaar. Dus ik heb net gezegd, we zijn ondertussen geëvolueerd naar 540. Dat zijn er nog altijd 540 te veel, voor alle duidelijkheid. Maar dat is wel dankzij de vele maatregelen die er genomen zijn sinds 1972. Denk maar aan de snelheid op de autosnelwegen die verlaagd is naar toen 120 km per uur. Invoering van de alcohollimiet, het dragen van de verkeersveiligheidsgordel. Dus er zijn heel veel stappen in de goede richting genomen, ondanks het feit dat we meer zijn gaan rijden natuurlijk dan toen in 1972. Ja, ja, ja. Waarom ben je ooit verkeersveiligheid gaan studeren of mobiliteit in het algemeen? Wel, die opleiding bestond niet in de tijd dat ik eigenlijk student was. Ik heb ze zelf mee opgericht. Okay. Dus het is een beetje een toevalsfactor geweest dat dat op mijn pad is gekomen. Maar wel een ongelooflijk boeiend domein om in actief te zijn, maatschappelijk relevant. Ja, maar toch ook denk ik frustrerend als je dan ziet dat er toch nog altijd heel veel slachtoffers vallen. Ja, ja, we proberen eigenlijk goed onderbouwd maatregelen te nemen, telkens vooruitgang te boeken. Maar veel hangt ook af van ons eigen gedrag. Mm-hmm. Is dat de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen, wij als mens? Dat kan je wel stellen. Als je kijkt naar internationaal onderzoek, dan zien we dat ongeveer 90% van de ongevallen daar een menselijke factor in betrokken is. 90? Ja, dus het is zeker niet de enige factor. Dus we onderscheiden vaak drie factoren. De mens, het voertuig en de omgeving. De omgeving is dan de weginfrastructuur en het voertuig kunnen gebreken zijn, bijvoorbeeld aan de wagen. En een ongeval kan je eigenlijk elke keer gaan onderzoeken. Ja, wat is hier nu eigenlijk misgelopen? En vaak is dat natuurlijk een combinatie van factoren. Bijvoorbeeld iemand die uit de bocht vliegt bij regenweer, dat kan een onaangepast snelheidsgedrag zijn, dan zitten we bij de factor mens. Maar het kan ook een combinatie zijn van die mens met versleten banden of aquaplaning op de weg, waardoor de weginfrastructuur eigenlijk niet goed van kwaliteit was. Dus het is vaak een combinatie. Oké, dus als wij vooral het probleem zijn, die 90%, dan lijkt mij dat zelfrijdende auto's, waarbij dat je naar het zuiden van Frankrijk kan rijden, terwijl je 6 films na elkaar bekijkt, dan lijkt mij dat wel de oplossing. Wel, ja, theoretisch gezien zou dat zo moeten zijn. Hè? Want als we kijken naar waarom wij als mens falen in het verkeer en dus ongevallen veroorzaken, heeft dat vaak te maken met
dronken rijden, te snel rijden, afgeleid zijn, de gsm achter het stuur. Dat gaan we met die autonome wagen niet hebben. Dat is een rijdende computer. Die is niet vermoeid, die is niet dronken, die gaat ook niet te snel rijden. Dus dat zijn een heleboel factoren die we kunnen uitsluiten. Wat niet wegneemt, ja, dat technologie ook niet onfeilbaar is natuurlijk. Ook technologie kan wel iets missen. Hoe moet ik dat dan precies zien, zo'n zelfrijdende wagen? Kan dat echt van de ene dag op de andere volledig uit zichzelf gaan rijden? Nee, het zal in stapjes gaan en dat zie je eigenlijk nu ook al. Hè. Als je een beetje de vergelijking maakt met die auto die ik daarnet had meegebracht en onze auto's vandaag, de moderne wagen die je nu koopt in de winkel, ja, dan zie je dat daar al allerlei, wat we dan noemen, rijhulpsystemen in aan boord zijn. Hè. Een adaptieve cruise control of een lane keeping assistant, hè. Dus iets die je binnen de rijstrook houdt. Dat soort technologieën gaan we meer en meer zien verschijnen. En uiteindelijk zal dat dan uitmonden in een hopelijk ooit volledig autonoom rijdende wagen. Wij onderscheiden vaak 5 niveaus daarin. Eigenlijk van niveau 0, wat de domme auto is, zal ik maar zeggen, waar geen technologie in zit. En dan het volledig autonome voertuig, dat is dan niveau nummer 5. En daarin zitten stapjes. En nu vandaag zou je kunnen zeggen, zitten we aan ongeveer stapje 2 van de 5. Oké, en fase 3 en 4, die komen eraan, maar die... Hoe lang gaan die nog duren? Of die zijn makkelijk of moeilijk? Of die... Ja, die zijn moeilijk. Het wordt eigenlijk elke keer moeilijker en moeilijker. Ja? Hè? Want die technologie gaat meer en meer van de taken overnemen van de bestuurder. Maar dat moet dan ook wel allemaal veilig kunnen verlopen. En het samenspel dat er gaat ontstaan tussen die auto en die bestuurder wordt complexer. Vandaag weet je als bestuurder, ik ben eigenlijk voor alles verantwoordelijk. Ja. Dus ik moet opletten, ik moet handelen, ik moet alles doen eigenlijk. En ik krijg een klein beetje ondersteuning misschien van de auto. Die balans gaat natuurlijk overhellen naar de auto die meer en meer taken gaat overnemen. Maar soms wel aan mij als bestuurder gaat vragen, hey, nu weet ik het even niet, want ik zie geen markering of ik zie geen verkeersborden hier om mij op te richten. Alsjeblieft bestuurder, hier is het terug aan jou. En, ja. Ja. En dan is de vraag, wat gaat er dan gebeuren? Ja, als je dan je boek zit te lezen of je zit naar je film te kijken of je zit aan het slapen, ja. dan heb je een groot probleem. Inderdaad, en daarom zie je ook dat in de nieuwe voertuigen die nu op de markt komen, er bijvoorbeeld verplicht ook een systeem aanwezig is dat de bestuurder, de attentie van de bestuurder, monitort. Want die auto moet effectief weten of jij wel in staat bent om dat stuur terug over te nemen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het tot 8 à 10 seconden kan duren alvorens een bestuurder zich volledig terug bewust is van de omgeving en weet wat hij moet doen op het moment dat hij eigenlijk niet aan het opletten was. Ja, ja. Dat is heel veel tijd als je aan het rijden bent. Hè? Ja. Oké, dus de volledig geautomatiseerde auto, die is nog wel... Ja, daar moeten we nog even op wachten. Daar zullen we inderdaad nog een tijdje op moeten wachten. Ik denk dat we al een aantal jaren wel optimistische berichten daarover vanuit de auto-industrie horen van binnen een paar jaar zal het zover zijn. Ik denk dat we vandaag toch wel andere berichten horen. Het gaat toch nog niet voor morgen zijn. Ik denk dat we toch nog minstens 10, 15 jaar verder zullen zijn alvorens we echt van deur tot deur kunnen rijden en bij wijze van spreken zelfs geen stuur meer nodig gaan hebben in de auto. Ja, ja. Dus het hele ding dat ik bij het begin van dit gesprek zei van als de mens het probleem is, dan moeten we de mens uit de vergelijking halen. Dat blijkt dan toch niet echt een oplossing te zijn. Met technologie alleen gaan we er niet komen om al die dodelijke ongevallen of niet dodelijke ongevallen te vermijden. Nee, dat klopt. Eerst en vooral bijvoorbeeld in die tussenfase ga je ook minder ervaring opdoen. Want hoe meer jouw auto voor jou rijdt, hoe minder je zelf nog actief moet deelnemen aan het verkeer. Of er gaat bijvoorbeeld verwarring kunnen ontstaan tussen is mijn auto nu bepaalde taken aan het uitvoeren of ben ik verantwoordelijk? Dus in die tussenliggende fase kan er best wel wat bijkomend risico ontstaan, zou je kunnen zeggen. En hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? Of welke trucjes zijn daarvoor om mensen alerter te maken voor die tussenfase? Ja, dus ik zei al, in die auto gaat een systeem sowieso zitten dat mijn aandacht observeert om te kijken, ben ik wel met mijn ogen gericht op de weg en ben ik niet afgeleid met andere dingen? En die zal mij tijdig moeten gaan waarschuwen op het moment dat ik terug moet overnemen. Dus dat zijn wel een aantal, hoe zou ik zeggen, technologische hulpmiddelen die kunnen helpen. Maar goed, daar is nog heel wat werk aan de winkel. Als we het hebben over sensoren die moeten geplaatst worden, waar komen die dan precies?
precies terecht? Het zijn sensoren in onze auto, in de eerste plaats natuurlijk. Okay. Maar ook sensoren in het wegdek en in alle signalisatie die er bestaat. Bijvoorbeeld, vandaag hebben wij fysieke borden staan, hè, dus die ons zeggen hoe snel ik ergens mag rijden. Mm-hmm. Maar dat kan perfect omgezet worden naar digitale informatie die via een signaal naar de auto stuurt. U mag hier 70 km per uur rijden. In principe, die zelfrijdende auto heeft dan eigenlijk zelfs dat bord niet meer nodig. Nee. Hè? Maar we hebben natuurlijk, zoals je hier ziet, onze voetgangers die staan te wachten. Eigenlijk zouden zij ook uitgerust moeten zijn met sensortechnologie, ja, om die samenspel, mm-hmm, op een, ja, goede manier te kunnen laten verlopen. En een gsm-signaal of zo kan dan al niet een vervanger zijn van die sensoren? Wel, vandaag zien we ook alle investeringen in 5G-technologie bijvoorbeeld. Hè. Dus 5G is zo'n communicatietechnologie die heel snel eigenlijk, ja, uitwisseling van informatie mogelijk maakt. En dat gaan we echt wel nodig hebben, die investeringen in de omgeving, in onze infrastructuur, in de voertuigen, maar ook in de telecommunicatietechnologie om al die signalen vlot met elkaar te laten praten. En die snelheidslimieten die er nu staan, ik weet niet of dat klopt, maar mijn auto die kan die nu al registreren. Is dat dan met een camera of hoe gebeurt dat dan? Ja, dat klopt. Dus die worden op dit moment aan de hand van een camera. Dus als u goed kijkt ter hoogte van de spiegel in uw wagen, dan zal u daar waarschijnlijk een module zien waar een klein cameraatje in zit dat verkeersborden leest. Mm-hmm. Maar als die verkeersborden niet gelezen kunnen worden door de camera, omdat bijvoorbeeld het verkeersbord verkeerd georiënteerd staat of dergelijke, valt het vaak terug op een snelheidskaart die ook digitaal in de wagen beschikbaar is, zodanig dat die eigenlijk vanuit meerdere bronnen informatie krijgt. Mm-hmm. En dat hij misschien ook meer verkeersborden kan lezen dan enkel die snelheidslimieten. Ja, natuurlijk. Dus het gaat eigenlijk over alle verkeersborden. Hè. Waar ik wel of niet mag rijden, waar ik voorrang moet verlenen of niet. Al die elementen moeten uiteraard voor dat autonome voertuig bekend zijn. Nog een laatste vraagje hierover. Gaat de zelfrijdende wagen ook met andere wagens gaan kunnen communiceren? En moeten we dan uiteindelijk allemaal wagens hebben die dezelfde technologie hebben om te kunnen communiceren? Ja, dat is het geconnecteerde autonome voertuig. Hè. Dus nu is het eigenlijk zo dat de autonome wagen, of de wagen die we vandaag kennen, met camera en radar en dergelijke, als het ware de afstand meet ten opzichte van de voorligger en een veilige afstand bewaart. Maar natuurlijk, als we straks meerdere voertuigen hebben die uitgerust zijn met technologie en met elkaar kunnen spreken, dan kunnen we bijvoorbeeld in kolonnes gaan rijden. Hè. Okay. En op die manier kunnen we ook heel veel energie besparen, bijvoorbeeld. Ja, een soort van carpooling, maar dan in verschillende cars. Ja, zoiets. Ja. Schitterend. Okay. En in die auto's kan ik wel rustig mijn boek lezen en een film uitkijken? Ik hoop dat we ooit zo ver komen. Dan reis ik met jou mee naar Frankrijk. Oké, super. Dit was ontzettend interessant. Maar ik moet toch wel zeggen dat ik een beetje ontgoocheld ben. Want ik had toch verwacht dat we er sneller gingen geraken. Maar zoals ik het hoor, is het zowel voor de auto's nog een hele weg te gaan. Maar ook voor ons wegennetwerk toch nog een flinke investering. Dank je wel, professor Tom Brijs. Graag gedaan. Dank je wel. En voor wie zich afvraagt hoe je onderzoek kan doen rond verkeersveiligheid zonder daarbij mensen in gevaar te brengen, daarover heeft Tom al eens eerder iets komen vertellen bij de Universiteit van Vlaanderen. Je kan die video ook vinden op ons platform op YouTube en de titel is Hoe zorgt virtual reality voor minder verkeersdoden? Je kan die trouwens ook beluisteren als een podcast. Zeker de moeite.